een kerk die geen kerk meer kan zijn of mag zijn. Wij hebben eigenlijk een traditie moeten verhuizen. De traditie van de heilige Rita hebben wij verhuisd. We hebben eigenlijk een uitdaging gedaan. Ik zocht 100 Rita's. En uiteindelijk is het een verhaal van doorzetting. Die kerk was in jaren zo vol niet meer geweest voor dat wereldrecord. 233 Rita's. Het gaat om de verbondenheid tussen mensen. En dat is fantastisch. En ook de inspiratie vooral van, hey, niet opgeven. Maar ik ben ervan overtuigd, de voorbije maanden en jaren hebben we het ook gezien, in heel moeilijke tijden. En toch die boodschap van volhouden, doorzetten. Ook als het heel moeilijk lijkt. En dat is de heilige Rita.